dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van NEC TV. In deze uitzending in Omvlee ontmoet het gesprek met Erik Langendijk, oftewel Schele Daan. Een interview met Lasse Nielsen. En we kijken hoe het staat met de ontwikkelingen rond de blinde tribune. Na overwinning op ADO Den Haag en FC Utrecht en een gelijkspel tegen Vitesse, werd in het Goffertstadion in een spannend duel gelijk gespeeld tegen de directe concurrent Go Ahead Eagles. Er waren ruim 11.000 bezoekers aanwezig. Fell from your lips and all I heard was white noise in the dark. Higden krijgt die bal eigenlijk makkelijk aangespeeld. Ja, ik zie niks. Dat geeft hij aan. So let your colors run tonight. Ja, toch raak. Toch de man waarop je rekent. Higden. Convoy trekt een andere broek aan en is er dus uitgegaan en nu zegt Kamphuis wegwezen. En de vierde man zou gezegd hebben van het mag. Maar Kamphuis zegt ik ben onverbiddelijk. Wegwezen. Jij verlaat het speelveld. Het is Go Ahead dat ze nu toch beter is gaan spelen dan NEC doet. Leek erin te zitten, maar die zit er niet in. Oh, nou! Higden en Termaten niet en de rode. Dus juich heeft weer geen zin, want het was weer het zijn er. Onder druk. Go Ahead. Termaten heeft hem. Vorige week vrijdag is een nieuwe speler geïntroduceerd tijdens een speciaal ingelaste persconferentie in het Goffertstadion. NEC zat vanwege het vertrek van Pavel Smos en Michel Breuer namelijk verlegen om een centrumverdediger. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt is nu Lasse Nielsen van het Deense Aalborg aangetrokken voor 3,5 jaar. Ja, I'm just turned 26, yes. I'm a defender and I've been playing in Aalborg my whole life. I've been on some youth team. I played a match for the A team, national team, and now I was ready for something new. And Nijmegen was there, and yeah, I'm looking forward to perform for the club and hopefully win a lot of matches. How did they contact you? Yeah, first I heard from my agent that they made an offer for my further club, and from there I met with Edo and had a good talk with him. He was the guy who convinced me that this could be a good move, and I'm sure it's gonna be. Yeah, this is the first day with the team, and they've been very kind to me, so I'm looking forward to playing with them. But of course, I need to know to learn them a little better, and all the names too. It's difficult in the beginning. I knew two of the Danish guys who've been playing in Esbjerg, but not personally. I just knew them from Danish football, but that's it. So, but of course, it makes it easier when you have someone who speaks your language, who can help you a little bit with everything, the town and how it works. So yeah, that's gonna make it easier for me. I believe in the club, and I believe that the position that we have right now is not showing the quality of the team. So I'm sure that we're gonna win a lot of matches and gonna move up in the table. So we don't have to be too concerned about going down to the first division.
In 1585 stond hier de hertog van Parma, midden in de 80-jarige oorlog. Nu sta ik hier en heb ik het genoegen om in één keer twee personen aan u voor te stellen. Erik Langendijk, dat is één kant van jou. En Nijmegen, dat is toch wel heel bijzonder voor jou. Zeker. Kijk maar achter me. De mooiste stad van Nederland, Nijmegen. Ben ik geboren en getogen. Ja, wat wil je dan nog meer? En dan natuurlijk mooie voetbalclub, leuke sfeer. We zijn inmiddels de oudste stad van Nederland. Geweldig. Nee, dat houdt nog wel een jaartje of 200 vol hier. Dat is kers en kerel, hè. Ik vind het pas bij Nijmegen gewoon lekker normaal blijven doen. Hè? En iedereen zijn waarde laten. En wel met z'n allen voor iets staan. Hè? En daar dan ook flink duur, zou ik maar zeggen. Hè? Onze club bijvoorbeeld, hè? Daar moet je wel voor staan. In goede en in slechte tijden. En ja, dat kan me wel eens een beetje een ergeren. Wij Nijmegenaren zijn natuurlijk toch ook wel... Kankerpetten. Vette neulers. Ik heb een serieuze kant. Maar ik heb ook... een gerelativeerde kant. Oftewel, jongens, kom op, hè. Je moet wel een beetje ouwehoeren lachen in het leven. Maar voor alle duidelijkheid, jij bent niet zoals David Bowie, schizofreen, toch? Nee, dat ben ik zeker niet. Nee. Hij maar op. Mijn brug wordt erop, hè. Als ze zeggen, helemaal niks. Hoe is het dat jouw nummers zo aangeslagen zijn? Nee, dat is gewoon, het begint uit gein. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kan eigenlijk niet eerlijk, zingen. Hè? Ik kan eigenlijk niet eens zingen. Ik ben meer een entertainer. Maar je moet toch wat doen voor je club. Je wil een steentje bijdragen, vooral voor de sfeer. De sfeer is super belangrijk. Het gaat om die sfeer. Ja. Nou ja, goed, en dan leidt het zelf zijn weg. Hè. In Hamburg was het een geweldig succes, maar ik heb ook wel eens iets gedaan wat niet zo succesvol was. Komen er nog nieuwe nummers aan? Van Schelendam. Nummers moeten bij de club passen. Er moet wat gebeuren bij de club. Er moet beweging in zitten. We moeten succesvol zijn. En ik denk toch wel, je weet het nooit, hè. We gaan richting Kuip. Ja, dat we Europa nog een keer ingaan. En dan moeten we eerst naar de Kuip. Ja. Eerst die Rotterdammers eventjes vertellen. Is het misschien iets om... We pakken een cup in de cup. Goed nummer. We pakken een cup in de cup. Wel een bekend. We pakken een cup in de cup. Het liefst tegen Ajax. Zoiets? Die ken ik nog niet. Hartstikke goed, jongen. Ja, zo, ja, nou, dat zit er misschien aan te komen. Nee, ik ben trots op jou. Jij zingt nog slechter dan ik. Deze heeft in de Goffert gehangen. De Eastside. Ja, dat klopt, ja. Wanneer? Ja. Oh, ik was 4, 5 jaar. Oh, ik was al bang, ik wou zeggen. Ik was 18 en zij was 64. Jij was? Ik was een jaar of 5 toen mijn vader me meenam naar de Goffert. En geweldig, een heel groot stadion met heel weinig mensen. Toen werd ik wat ouder en ik kwam natuurlijk bij de harde kern terecht. Toen was dat nog de Eastside, samen met mijn broer. Met Pieter Knots, Anthony Matos, ik ken nog een aantal namen. Hartstikke gezellig, hartstikke mooi. En dan zag je altijd bij Studiosport die mooie beelden van die kale wielerbaan en dit geweldige spandoek. Ik ben er trots op. Mijn broer heeft hem bewaard en daar ben ik hem dankbaar voor, want dit is toch gewoon geweldig. De Eastside. Jij bent rechts, benig. Ja. Ja. Ooit nog getraind door Pieter Visser. En linkse ogen. Ja, ja, heel goed. Je oogt goed. Ja. Nou gaan we kijken of je ook goed trapt. Wat moet ik jou betalen dat ik in ieder geval boven Jack de Gier eindig? Ja, nou, dat wordt schuiven. Dat gaat heel wat kosten. Ja. Jackie. Erik. Jackie, boom, komt je aan, jongen. Nummer 1. Beurt 2. Je hebt er 4 nu. En 4 is 8. 4 red ik het. Beurt 3. Daar komt hij. No, nee, die telt niet, want die gaat via de zijkant. Nee, via de zijkant. Haha. Ja, die mag op nu doen dan. Nee, nee, helaas. Via de zijkant. Gaan we winnen, man. Dus sta jij op 8 kegels bij Bikkeltje Bowling. Erik en Daan, ik pak jullie allebei maar even, want jullie weten allebei wat het is om wel eens tegen de lamp te lopen. Vandaar deze speciale NEC-lamp. Die heeft dus echt niemand. Geweldig. Ja, want een lamp is natuurlijk ook het teken van flitsende ideeën. Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Waanzinnig idee, zelf verzonnen. Ja, helemaal. Knap, jongen. Nou, ik dank jou hartelijk. Ja, bedankt voor je deelname aan Omvlee Ontmoet. Graag gedaan. En we moeten weer punten pakken. Ja, gaat lukken. Komt helemaal goed. Dank je wel. Bedankt.
Volgende week ga ik aandacht besteden aan het verborgen talent van Jeffrey Leibakabessi. Met deze bal scoorde hij nog niet voor NEC. Maar met deze bal gaat het scoren hem een stuk makkelijker af. En dat betekent dat de bal weer voor Calle Johnson en probeert NEC opnieuw op te bouwen. Ja, het is te hopen dat NEC wat beter gaat voetballen, want de afgelopen 10 minuten was het toch Go Ahead Eagles. NEC is vanaf de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgelopen zondag officieel gestart met een blinde tribune. Supporters met een visuele beperking kunnen thuiswedstrijden van de Nijmeegse club volgen via een headset met gedetailleerd commentaar. Het initiatief komt voort uit samenwerking met de Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. Daarvoor liep al eerder een pilot waarbij visueel beperkte fans op 14 december het thuisduel tegen Roda JC konden bijwonen. Nou, na de pilot hebben jullie besloten om permanent een blinde tribune hier te realiseren. Is het een succes gebleken? Ja, tot nu toe wel. Het is natuurlijk altijd je moet het altijd even tijd geven wat mij betreft. We zijn bij FC Utrecht geweest, hadden ze twee blinde mensen op de tribune zitten en we hadden er gisteren hadden we er 6. Gisteren is de wedstrijd tegen Go Ahead. Op zich, die waren allemaal enthousiast natuurlijk. Hè. Die geven ze een oortje en ze zijn blij dat ze sommigen kunnen weren. Die hebben wel ooit zicht gehad. En sommigen die komen hier wel af en toe, maar dan is het toch anders. Terwijl als je commentaar hebt, dan kun je veel meer die wedstrijd beleven. En blijkbaar is er ook gewoon behoefte aan. Dus waarom zouden we het niet doen, hebben we gezegd. En met z'n tweeën, dus Visio en NEC samen, en NEC doelbewust. Zijn we gewoon gestart met te kijken van is er behoefte aan en hoe loopt het. En zodoende eigenlijk. Hoe is het nou om verslag te doen voor de blinde tribune? Nou, op de eerste plaats is het hartstikke leuk om te doen. Het is ook heel intensief. Het is toch heel anders een wedstrijd beleven als dat je als toeschouwer op de tribune zit. Het is leuk, want je doet iets voor je medemens. Je krijgt ook een leuke feedback na de wedstrijd terug. Van dat je het leuk gedaan hebt, dat je het goed gedaan hebt, dat de mensen genoten hebben. En het verslaggeven zelf is best wel moeilijk, want het is heel belangrijk waar de bal op het veld is. Hè, dat je dat goed vertelt, dus de positie van de bal, zodat de mensen in hun verbeelding het spel ook goed kunnen volgen. Ook bijvoorbeeld kleuren of dingen die gebeuren in een stadion. Als het publiek gaat klappen of gaat juichen omdat er een wisselspeler gaat warmlopen, dan willen de mensen ook weten waarom dat gebeurt. Weet je, het is eigenlijk hartstikke makkelijk te regelen. Het is eigenlijk een kleine moeite. Dus volgens mij gaat inderdaad uiteindelijk iedereen dat krijgen. Toen we bij FC Utrecht waren, toen was er ook een NEC supporter mee, die dan ook gewoon even een paar oortjes inkrijgt en that's it. Dus het is heel makkelijk te regelen. Dus ik zou zeggen, waarom niet? Zondag 8 februari speelt NEC uit tegen Feyenoord. In de Classic kijken we terug naar enkele eerdere wedstrijden tegen Feyenoord. Dit was NEC TV. Tot de volgende keer.